Mijn naam is Jan de Nieuwelaar. Momenteel ben ik 27 jaar. Op mijn 14e ben ik beginnen met motocrossen op een Kawasaki 85cc was dat. Dat was eigenlijk allemaal door mijn vader. Die ging als hij jong was, ging hij mee naar de motocross als mechanieker. Op mijn 16e wou ik dan heel graag beginnen aan competitie. Zo ben ik dan een beetje in de MCLB gerold. Dan heb ik daar de beloftecategorie gereden. Dat was allemaal heel moeilijk voor mij. Daarna heb ik dan overgegaan naar de nieuwelingen. Later, als het iets beter ging, dan, mocht ik dan over naar de juniors. Aan het einde van mijn motocross gebeuren begon ik dan in de winter iets meer op de fiets te kruipen om mijn conditie te onderhouden. En zo heb ik eigenlijk een beetje de overgang gemaakt met het veldrijden. Dus ik reed dan in het veld in de winter. Maar op een duur ging dat veel beter op de motocross zelf, waarvoor ik eigenlijk aan het trainen was. En zo heb ik dan in één keer de overgang gemaakt, omdat het veel beter ging voor mij. Ook al deed ik de motocross graag, maar in het veldrijden kon ik heel goed mee met de top, dus de beslissing was snel gemaakt. Dan ben ik eigenlijk begonnen bij de beloften en zo heb ik van de ene goede prestatie een beetje naar de andere kunnen rijden. En na een jaar had ik al een profcontract op zak. Zo heb ik dan 3 jaar als prof gereden. Momenteel ben ik elite zonder contract bij vastgoedservice. Krelan. Een constante carrière in het veld heb ik niet echt gehad. Ik heb moeten het een beetje hebben van mijn uitschieters. Mijn eerste seizoen eigenlijk al kon ik de profcross winnen in Zonnebeke. 2 jaar daarna kon ik winnen tegen de wereldkampioen in Bredene. Het jaar erop kon ik winnen op de televisiecross in Essen, wat veel mensen bijgebleven is. Maar van mijn constante moet ik het dus niet hebben, maar ik heb veel mensen die alles onthouden, gewoon omdat het altijd op een imposante wijze was. Toen ik gestopt was met motocrossen heb ik eigenlijk direct mijn moto verkocht. Ik heb toen 5 jaar niet meer op een moto gezeten. Maar ineens werd ik uitgenodigd op Everts & Friends, waar we als veldrijders nog een keer op de moto mochten. En sindsdien heb ik toch de microben weer een beetje te pakken gekregen. Had ik vaak eens hoesting om terug te crossen en kon ik via vrienden nog een keer op de moto zitten. En tot op heden heb ik zelf weer een moto gekocht. Als ik weer eens zin krijg, dan kan ik tenminste een keer rijden. En anders moet je kijken en dat doet pijn soms.